Wanneer is omgip je om aan die loop gekregen? Ja, gisterochtend al. Ik wil je nog concert, maar toen zei je het plezier van mij of je meer is. Toch een gat aan mijn joh niet kwam. Ah, ga niet hoor. Hoe lijkt het omgip? Kan ik hem oppakken? Wie zal het wachten tot namiddag? Je denkt is nog niet lang die controle. Ga ik de kaartlist weer omgipie? Kan ik hem niet gauw oppakken? Net voor 10 minuten. Jong, ik weet daarom niet. Ze is nog niet. Ik ken jullie jong mannetjes. Bij die maar kijk hoe lijkt je weer. Ah, ga neer, zet nou op. Hoe lijkt je blommetje voor jou, Kitty? Prachtig, wie heb ik opgestaan? Gerrit van Maas heeft het restaurant voor mij al opgezet. Vraag mij nog al 10 shillings voor je affaire. Is het al droog? Ja. Jouw kerel zei, is nog niet klaar met zijn checker, Rini. Om gippie samen moet ingaan, anders krijg je heel zijn oorval. Nou goed. Ja, 10 minuten. Dank je, om gippie. Je zal met voorvlieg. Ik heb nog een stok achterin. Wat? Komt je die klim? Dat is voor jouw oorpak achterin. Dank je. Ik wil samen gaan. Laat hem samen komen, Kitty. Hij kan op jouw squat zitten. Ach nee, man, laat hem blij. Ons moet nu terug. Alsjeblieft, man. Jij kan die MJ's stierwiel vasthouden als ons terugrijden, hoor. Doe maar, Kitty. Laat hem maar bij mij blij. Ik kan eens een slag bij alle vliegtuigen. Kijk. Okay. Contact! Als je denkt, hij wordt daarom beter te weten zijn zak gekriegt met een nieuwe vliegtuig uit daar. Daar is het uit, Kitty. We zijn verloren wachten. Kom, ze hebben je het gesneden. Such a delicate you, you will never fade or die, while my true love is true. Little flower, with your perfume so rare, we were just passing by. Discovered you there, and a voice seemed to say, from the sky up above, this is one flower that grows for those in love. And then we knew grow every hour, and is growing like the sweet, petite little flower.
Renet! Ek het net verstaan. Staan in vliegtuig, kyk ek. Kan jy ook kyk? Ja. Wat kan jy pa sê as jy hoor jy het gehaik? En nou? Sy self staat en jy sal moet stoot. Self aansitter en ek stoot nie. Ok, self aansitter, self stater, jy sal nog moet stoot. Hoekom verkoop jy nie die gedruis nie, man? Dis nie een gedruis nie, is een erfstuk van my pa. Nou, hoekom maak jy om hier recht? Ek het nie geld. Sien, maar jy het geld om toe die afloon terug te rui. Ek moes die lugmag kom sien het, Renet. Ek kan jou opgesef dat jy nou jou oogtoets gaan slaag. Daar is niks. Jy kan nou loods word as jy nie kan sien nie. Daar is niks met my oog verkeerd. Jy het nog jou toets gedop. Ek is net een bykie bysiene, dis al die dokter het gesê sal wegkom. Nou rui ons elke ding dan van Potchefstroom af toe reis, net om seker te maak dat jy nog een bykie bysiene het. Niemand het jou verplig om saam te rui, Renée, toe nou. En niemand gaan my verplig om te stoot met Barry die jong. Ok, kom klim jy in, ek sal stoot. Nie dat deur. Om die tweede switch om aan en laat die klats uitkom. Die wat? Die klats. Die koppelaar. Ok, koppelaar. Laat die koppelaar stadig uitkom as hy goed loopt. Nou stoot man. Ok. Renet, jy het die ding in vier ding laat. Oeh man, ek is jas. Die noor had stoot. Ja, nou stoot. Ok. Right, ok. Net as hy gevat het, dan trap jy die klats weer in jy haal op uit die trap. Ja, hy is. Sit dat hy hem lach. Goed. Okay, nog nie uit te wacht. Goed. Right, okay. Pas hy. And now it is Dis hy die jongseen. Lyk my hulle was weer haaks. Ek het gesê die danigheid so gauw oor wat. Ek was in bang sy word ernstig. Sy so eie met hom die laaste tyd. Goeie hemelse mens, hulle is maar net student. Maar dat wees daar baie studente huwelike. Nou jy weet het net nie, maar jou dochter het al gepraat van trou. Mens wil ek nou nie eindelik sê nie, maar hy is daarmee jylt maar ons soort mens nie. Dit het niks te doen met soorte mense nie. Daar is niks met Barry die jong verkeerd nie, hy is een goeie sien. Nou kom, was jy dan so effentjies toe jou dochter met hom wil uitgaan? Huh? Dit is net dat hy so een bykie onverantwoordelik is op die pad is al. Nou juist, dit lyk hy aard na sy pa. Daar was ook niks met sy pa verkeerd nie, hy het net een bykie veel vuur gehad is al. Hy het sportmotors en vliegtuie. Nou ja, kyk wat toegebeur. Hy het hom en sy vrou al twee verongeluk. En toe moes jy oma die kindjie groot maak. En wil jy nou rechtig vir my sê, daar is niks mee verkeerd nie. Dis precies waarvan ek praat, Samantha. Ek is nie blind vir ons dochter sy foute nie. Sy en Barry saam is soos petrol en vuur. Dis waarvan ek bang is. Wat is dit nou weer? Ek praat van haar die simpel wetenskappe wat hy aangaan, dis waarvan ek praat. Wat is die wetenskappe? Dat hy vir vyf rand met Ernst van Til sy motorfiets oor die besproeingskanaal spring. En dat hy in die middel van die nacht met wat noem jy dit nou weer? Een foefie slide van die kerktoring sy dak afgly. Hy moes het in die nacht doen, anders het doel me nie omgesien. In elk geval moet hy op een of ander manier extra sakgeld verdien. Nou kom, kan hy nie soos enige ander student een behoorlijke deeltijdse werk kry nie. Hoekom moet hy sy leven waag vir belaglike bedragies? Omdat hy verbeelding het. Lyk my daar die kereltjie toch invloed op haar.
Jy. Dag, Arno. Dag, kind. En dan, Kips? Hoor het? Oulap so rooi maak mooi. En is Barry hier, soplie? Nee, hy en die hond is al by die luchtskip. Hy is weer in die bui. Maar dan ga ek so'n toe. Maar wacht so'n bykie, dan vat jy sommer koffie saam. Julle twee weer ruzie gehad? Nee, wacht nie eens oor die oogtoets in. Oh, hier keer achter jou is een labbie. Dan vat jy sommer bykie beskuit ook saam. Dan sy is hier het gestuur. Sy het te veel aan mys in. Wie is dit nou, die beskuit of aan sy sy? Die beskuit natuurlijk stupid. Ek gooi vir julle gauw die koffie in. Daar is melk in die ijskas. Wacht maar wat ons hou van zwart is. Nou ja, goed, dit. Hier. Nou zo. Dankie. Gaan sy. Bye. Tot ziens. Sien julle later, hoor. Aan die andere kant gee ek ook nie eindelijk om nie. Sy kan act so veel as wat sy wil. Misschien voel sy oor acting soos ek oor vlieg voel. En weer my honde, dis waar die knoop lê. Die mense denk ek wil vlieg net om te probeer snaaks is of om anders te probeer wees. Hulle besef nie dat ek voel soos een beeldhouwer wat een beeld wil maak of een skryver of soos hulle net oor acting voel nie. Hulle weet allemaal wat hulle wil doen. En ek wil vlieg. Gies jou koffie, Mandy. Hoeveel kost het om te leer vlieg, Barry? 15 rand per uur. Hoe vraag jy? Nee, vraag maar nie. En hoeveel uur moet vlieg om een licentie te krijg? 40 uur. En van wanneer af stel jy belang in vlieg? Jo, 600 rand. Dat is baie. Ek sou so smile. Hoekom maak ons hierdie ding reg? Wat? Ek sê, hoekom herbou ons hierdie vliegtuig nie? Is jy ernstig? Tuurlijk is dit. Nie is laffer net, jy kan nie hierdie ding meer reg maak, nie is oor die meer. Nee, maar waarvoor staan jy dan nie? Kom, gooi jy om my weg nie? Ek weet nie. My oma het die ding nie ingepak na my pa, hulle is dood. Jy weet hoe ou mense is. Sy het nou nog haarlokkies van my en haar bybel toe ek so groot was. Sop net vir pofadders. Huh? Ek sê, sop net vir pofadders. Skrik jy vir koude pampoen. Ach, sy lyk jy vir my te sleg nie? Is nie een sy nie, dis een hy. Nou, hy dan. Al wat hy nodig het, is een bietjie verf en so'n bietjie... Ach, mys, kom ons sy vlekke makkelijk regbuig het. Pas plak, hier en daar. En hoor as wat het stikkend is... Wie, wat is die, he? Het een machine geweest. Het is een Venturi. Weet wat? Churi. Churi, churi. Ek denk, dit is van hom recht, man. René, wat op aarde het in jou ingevallen? Niks, ek wil hom net recht, man. Hè? So wat? Wat? So waar as wat om na die Noorkie valstanne draag. Valstanden draag. Ja. Nie geld, waar kan ons die geld? Ach, is mak. Kan makkelijk deeltijdse werk kry om Billy soek ook wat kan herinner op sy restaurant. En wat denk jy gaan jou pa sê as hy hoor sy dochter werk in een café? Het is geen café nie, dis een restaurant. Oké, restaurant. Hy sal die stuipe kry as hy hoor sy dochter dra baarde vies en chips in een café rond. Niemand het gepraat van vis en skuifs nie. In elk geval my pa hulle kom nooit aan, julle sal nooit weet. Barry, dis al 11 uur. Ek denk nou kan jy huis toe gaan. Kan
Kan ik maar nog eens co-werken, meneer? Ik kan doen met die extra geldjes. Nou goed, Ossien. Trek naar die deur achter je toe, alsjeblieft. Want die scheefje werkt niet zo mooi, niet. Nacht, hoor. Nacht, meneer. Meneer? Barrington Smith. Keith Barrington Smith. Het wit zus. Billy, you seem to have a slight communication problem here. Wat bedoel je, meneer Smith? Barrington Smith. Wil, ik probeer niet uitvinden of meneer Barrington Smith iets wil om te eten of niet. Billy, wie is hier een nieuwe kostkoekje van je? Renette Melang. Professor Melang van de Universiteit. Nou ja, Renette. Breng voor mij alsjeblieft. Met juffrouw Melang. Met witsaus? Met witsaus. Ontspan. Nodig om ontsteld te wezen, hè? Wie is hij verbaande vent, hè? Ja, verdraal maar, je eet gereeld. Ja, maar wie is hij? Je met die haren. Een nieuwe procureur. Skatrijk, ongetrouwd. Zo'n beetje boeiems. Ik kan het zien. Met witsaus? Dat is hij. Looks fijn. Billy zei van mij, je is Barry de Jongse, meisje. Hoe gaan we met die Tiger Moth? Hij doet ook in. Een perfecte toestand nogal. Is het? Wat heb jij nog? Hoe zal je daarvan houden om samen met mij te gaan vliegen? Nee, maar ik zal het wel van hem, nee, dank je. Ik verkies het om met de op- en wakker hier te vliegen. Luchtvaartkundige Renette Melang, rapporteer voor dienst. Is de fashion show? Jij hebt gezegd dat ik mijn werkskleren krijg. Lijkt mooi. Jongeren, is bij al die goede voelen rechte plekken krijgen. Dit wat ik zelf strip zal ik kan terugkrijgen. Wat mij worry is die parten wat in die brein opgepakt. Jouw taal, Barry, de jonge taal. Jouw taal, Barry, de jonge taal. En heb je mij een free-age flat aan, alsjeblieft? Dan net geef mij die 3-aks plat spanner aan, alsjeblieft. Sleutel. Spanner, ik wil niet die ding op, Winnie. Je zit hem weer bij hem gekregen, hoor. Bouw ons een vliegtuig? Huh? Of stel ons tools uit? Ik ga niet net de hele wereld omkrap, net om een sleutel te krijgen wat meneer in zijn zak gestoken heeft. Hierzo. Die eindelijk lijkt zich binnen goed gelaten slecht voor als we dat deur gemaakt hebben. Ik heb niet zoveel deur gemaakt. Nee. Alle nekken het afgerukt door die bomen strak. Kijk wel die vlerken. Hoe kom die boerse vlerken vast? Met houtsparren en rigging aan die onderste vlerk. Er is nog iets wat mij worry. Ik weet niet precies hoe hulle vastkomen. Maar kan men zien die oude vlerken zien? Hulle het zeker weggegooid toen die vlerken afgehaald het. En zo 10 van daar die 316. Plastic tubing, half day. Maak het zo 10 voet. Mag ze beginnen, hoeveel is het? 20 cent. Maak het maar 8 voet. Ik pak die rum zo. Ja, alright. Cheers, Barry. Cheers. Nou, deel ik dat, zeg. Ja, maar wacht, ik doe dit niet voor de vijfde rand. Dat is niet een kunst, niet. Je zo vinnig die die vlammen, je voelt het niet eens. Jij zal het niet doen, niet. Of course ik zal. Don't tempt him, he's mad enough to do it. Is niet fijn. Oké. Ik weet je, ik zal. Hey, dat is niet ons waar die aankomst daar, nee. Ik heb het gezegd net zoals op je prankje. Chicken! Ons moest gezegd, je is net back. Hoe zit Barry, man? Geef hulle geld niet. Kost loop. Maar wat is 10 rand? Nou, jy gaan gaar verbraai in die ding. Oké, laat waai.
sien. Nou, geet af. Kom eens sien, man, hy ken my te goed. Hy my pa is my vriend. Cocktail partners. Wat sê goed? Oké, okay. Hoenderster partijkie vrienden. Snaaks. Hoe laat sê dit nie gaan? Man, ek draf saam met jou. Nee, man, hy sê my sien, dink jy is blind. Oké, okay, ek weet jou twee rand is nie my. Twee rand wie jy wakker. Dit by jou alleen. Maar morfologisch uit... Ons kan morgen niet. Ons kan morgen niet duidelijk starten, dus ik ben niet meer. Op en ongeluk, maar op luk... Ik kan niks doen zonder die manier, dat ze mij daar vat om hem in te stellen. Vergelijk ons profeet en profeteer, dan merk ons dat die accent op verschillende delen valt... Je ziet ons dat Barrington Smith het daarmee de vocale van die woorden verschillen. Die klankvorm van die morfine is ondergeschikt aan die van die woorden. Zal de meneer langs je van Malan als het niet verstaan? Huh? Wie ik? Ja, u. U vindt blijkbaar die lezing baie vervelig. Want u zit aanhoudend met je van Malan in gesels. Ik neem aan dat die feiten wat ik aan u probeer oordra reeds aan u bekend is en u dus niet die nodigheid inzien om te luisteren. Ja, ik weet niet, ik bedoel niet. Zal u alsjeblieft zo goed wees om die stelling wat ik zo pas probeer verduidelijken aan mij weer te geven? Morfologische structuur van woordparken. Morfologische dinges van woorden. Aangezien die meneer blijkbaar op de ingeving van die oomblik besluit het om die lezings bij te wonen en het reeds in die middel van het jaar is, zou ik aanbevelen dat hij die zaal nou verlaat en volgende jaar terugkom om in te schrijven voor die cursus. Hier staat ons voorspel, kijk hier. Kom eens even Tony vragen voor zijn nieuwe raamwerk te zag. Wie is Tony? Tony, man, Tony voor die decorbe. Tony! Ja. Kan je niet zomaar voor een vrouw voor ons die timing op te komen stellen? Ach, Barry. Zonder manual kan je ons niet aan die loop nie. Zal die machine niet zo vat, nie? Ja, hij is een sikke loop, maar hij is een slechte tune wees. Ach, kom eens probeer hem toe. Huh? Tal, je moest nog oude skroef van Japan nie stoor. Oké? Okay. Hij prop is slecht gekraakt, maar hij is zeker over een probeerslag. Prop nie, skroef. Prop, skroef is het ding wat mensen hout in erbij. Sê vir hy diskjockey, hy me nog een geil in petrol genoeg. Maar ek sal zelf doen, ek dink een bankie se bakkie het nog... Frans! Contact! Ach, excuse. Skakela! Switch off! Skakela! Contact! Skakela! Switch off! Skakela! Contact! Skakela! Draai die... Dinger net. Hij is stijf, man. Het jy nie maar gaan jou pijpe nie? Doe het zelf. Ik sal mysie mens nie, hy ee, my ken ek nie. Oké, Renet. Kom, klim jy in toe. Asseblief, kom. Ek sal draai, klim jy in. Los, vind my. Renet, gaan sit jy en draai. Man. Doe het. Onthou nou, op is af. Ek weet. Ek bedoel, af is aan. Op is af en op is aan. En onthou, as hy vat trottel jy terug... Ja, ek is jou noosel nie. Ek gaan jou nie haal as jy by die deur uitvlieg nie. Contact. Contact. Switch af. Skakel af. Contact. Contact. Switch af. Sies ek nie aangeskakel. Nou switch je dan andere net. Oké. Contact. Contact. Hij is af, man. Nou, houd die dan aangeskakel, Renet. Ach nee, los die ding, man, hij is in sy swernoten. Misschien is het net een klein foutje ivers. Klein foutjie zijn voet. Mens laat dit nooit in die loop krijg. Ik weet niet hoe kom ek ooit naar jou geluister. Wat bedoel je naar mij geluister, Barry Dion? Het was jouw idee om op te bouwen, niet mijn nie. Nou los het. Oké, los het. Ach, wat
backfire. Spang, ek staan terug. Contact. 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 Daar die vent, hy moet altyd rond met die lot ou motors. Waar gaan jy nou? Gaan die polisie vind. Ek gaan hom verklaar. Sê so'n van die hond wat nie gelicensed is nie. Middag, dis die Potchefstroomse tak van die Suid-Afrikaanse polisie hier, Konstabel Treurnicht met praat. Konstabel, ek dink jylle moet die baan stuur. Hier is een verskrikkelike geraas by Suzie die jongen in sy achterplaas. Naam asjeblief? Van Graan. Luister. Adres asjeblief. Steinstraat nummer 5. Steinstraat nummer 5. Goed mevrou, ek rapporteer het. Tot ziens. Die hond. Sê vir die hond. Daar op Graan. Nee, respect vir ouwe mens. Ja, my sergeant, dis nou my aeroplein. Middag. Middag, Susie. Middag, Herklas. Wat soek julle nou eindelijk? Nee, ons is hier op een onderzoek. Iemand gebel in verband met een remoer. Wie gebel? Ek hoort die van Graan. Ach, is daar jou man vanavond wat haar so opkeil. Ek hoor jou. Die kassinie is nie lawaai nie. Jy is recht. Middag, sergeant. Middag, Mati. Maar wat ze gedoen doen, is die? Dat is de Tiger Moth, sergeant. Nee, ik weet dat ze de Tiger Moth, man. Maar ik meen, wat wijs gaf jullie met hem? Ja, ze maken hem recht. Mooi oude Tiger. Ik het wel zelf vervliegen in orde. Recht, sergeant. Maar, lekker Duitsers afgeschiet soos vliegen. Zo waar? Ja. Ik hoor aan van Richthofen, Charles Forge en John Love, alle ons. Herklaar? Dis Renette, Barry se nooie. Aangenaam. Aangenaam. En dis Konstabel Toby Treurnig. Aangenaam. Aangenaam. Barry, ontmoet van Konstabel Treurnig. Aangenaam, kennis. Sê my, waar het soos aan die tijgers gevlieg? Man, eers in die noorde. Toes ons later oor see, jy weet Holland, Frankrijk, ons het oorals gevlieg. Soos die sand kan ons kan help in die instel van die engine. Nee man, nie daarvan weet ek sweet blauw. Kijk my mechanic het al hy goed gedoen. Vlieg ja. Sy ingewande is van my duister broer. Jy sê, is amper nie sy red by hem. Man, hoekom vraag jy vir Konstabel Treurnig nie? Kijk, hy tune al het my Harley Davidson. Hoekom het hy so gebackfire? Ek weet nie, sy tyd is uit en ons het nie dope oor sy ignition timing en valve settings nie. Kind, jy kom, ons gaan maak vir hulle koffie. Gaan jy saam, Herklas? Het lyk my toch nie of jy veel weet van machinery. Ja nie, kijk, ons pilots het nooit met hierdie goed rond. Kom, kijk jy. Kom thuis een baie draaikies en plaks. Want dit is twin ignition en dit is eindelijk wat my opvang.
of is dit? Ik wil de kouling aan vastkomen. Je wat? Kouling. Stikkend, hè? Zo'n beetje. Hé, jong. Ons zal moeten manual krijgen. Heard the racket. Recognized the tiger. Sounded rather sick, hè? Huh? Was is nog bezig om hem in te stellen. Must say, it's more moth than tiger. Weet je ook eens zeggen ons bono? You're wasting your time. Die ding zal nooit weer vliegen, nee. Natuurlijk zal hij. En binnen 3 maanden. Well, you're entitled to your opinion. As a matter of fact, I came here to make you an offer. What's the offer? I'm prepared to offer you 500 rand for this thing. As it stands. Well, you know, I'd like a few spare parts standing by. One never knows. You mean you will my tiger koop for 500 rand? That's right. I think 500 rand. Hierdie tiger krijg jy nie vir 5000 rand nie. 525? Nee. 550. It's my final offer. Het lijkt me jy is doof. Ek het gesê ek verkoop hom nie. €600. Nou betaal ik te veel. Kijk hier, meneer Smith. Ik heb gezegd, ik verkoop hem niet en ik bedoel dit. Zal jij en je Bentley alsjeblieft naar jullie rij krijgen? Do you know who you're talking to? Ja. Otto Stroomse nummer 1 windbol. Look, everyone knows you haven't got a cent to your name. Just in order that you can have your fun here, you're quite prepared to let Renette work in a cafe. Met of zonder witsaus. Wat wil je gedoen te hee? Hij wil ons tiger koop voor spaar parten. Gedoen? Je was amper spoot. Als hij beetje langer dit bij hem gaan vertellen. Zie toch maar, wil je niet eerst koffie gehad nie? Hij is eigenlijk nog voor ik hem kon vragen. Wolsom, ooms, hij is niks werd. Hij kon er niet bij helpen, niet sergeant. Die is te veel plaksies en draaikies. Nee, jij kan het zien. Nee, dankie, sir. Houd het net vast. Nou, Marty, wat is als verkeerd met die gedoente behalve nou? Daddy, sy tuning. Pieter is gesand, sy magneto is nie lekker en hy prop het een slechte bas in ons. Was juist bang net dat ons om opstap. Sergeant, sal sergeant vir Barry leer vlieg as die tiger klaar is? Ja, nee, kijk my kind. Dit sal ek doen, Barry. Ek sê al jou fijner pinkies wijs van, jy weet, van een dogfight. Van iemand in rouw. En die van Richto van Jive. Die het niks om oor te worry nie. O, ek sien jy verdien daarom ook jou brood, ne? Waarmee kan ek help? Ek het vanochtend een voorskrif ingehandig. Is dit al reg? En elke 4 uur. 82. Heb je nog niet besluit om die tiger te verkopen? Nie? Nee. Laat mij weten als je van plan verandert. Die ding zal toch niet vliegen. Nie. Voor 3 maanden in die lucht. 50 cent. Nou goed, ik zei je wat. Jouw mond is maar zo groot. Zet jouw geld waar jouw mond is. Excuse dat? Ik weet jou. Maar daar die ding zal niet over 3 maanden vliegen. Kom eens maar zo. Vlieg jij 3 maanden, geef ik je 500 rand. Vlieg jij niet, dan verkoop jij jou aan mij. 500 dag.
is bang? Ik kan vallen. Ik heb deel. Het is vandaag die 8e. Jouw tijd is verstreken op die 8e februari. Doedeloe. Hoe leg ik kreeg aan nog kans voor jouw huiswerk? Wat is huiswerk, Susan? Daar wil je leren. Ja, nee, ik zwart. Geef me die type aan, alsjeblieft, Susan. Yes, lekker donker hier zo. Maar hier dan niet, George, niet. Nee, en net die ding aangelost, die batterij is, pap, zo. En waar is er net vandaag? Nee, ik weet niet. Ze moest al hier geweest zijn. Dat is een vliegtuig. Zet maar naar Oostlaag. Nou? Sersant is een tiger. Hij is nogal hij veel baard progereer. Ja, wonder wat zoek hij hier. Hey, Sersant is er net daar bij hem, hè? Nee, man. Ja, dat is. Ik zal hij zelf enige plek herkennen. Ik heb het erop gezien. Ja, wat is er aan? Die deur zit hier voor mij staan en afschuwen. Dank je. Sure. Dank je. I'm glad you liked it. Geef om eens een foto van jou nu. Van jou en die tiger. Doe man, je lijkt zo goed zonder jouw baard. Ah, you like it. Ah. It's the Barrington Smith Summer Special. where shall I stand? Ik denk hier bij die prop. Stop niet hoor. Nog één? Nee? Nee? Dan kan ik wel één trek van die engine kap op. Waar? Ik wil graag een foto van die engine nu. Van jou en die engine. Yes, dat is een goed idee. Ik denk misschien een beetje ernstig hier, als ik zo in die engine. Wasn't ready. Dank je. Wat is het hier? Dat is een blond potlijn. That's the magneter. It generates the current that ignites the petrol. Wat is een machine dan nou eigenlijk? This one. It's a gypsy major, develops 130 horsepower at 2100 RPM. Hoe weet die magneto, nee? Hoe weet hij nou eigenlijk wanneer hij goed aan die brand steekt? Well, that's a little difficult to explain. You see, the... Je kent niet misschien een... Je weet het... The handbook? Yes, I've got one at home, actually. That's a jolly good idea. Why don't we go home and have some tea and you can have a look at the handbook and explain it all to you very carefully. After you. There we are. Careful, best china. Let's let the tea draw and I'll go and fetch the handbook. How do you actually tune the engine? Ah, well that you do with a screwdriver in one hand and the handbook in the other.
net het jy gister saam met die Smith karakter gaan vlieg. Saam wie? Smith. Smith? Ken hom nie. En het my nie vir jou simpel hou nie, jy weet precies waarvan ek praat. Waarvan? Het jy of het jy nie? Het ek of het ek nie wat? Saam met hom gaan vlieg. Ja, ek het. En waarvan? Waar is my vlek? Is er hom vanavond vir jou broek? Ek wil hom nie vanavond heen, ek wil hom nou heen. Is jy bezig om my af te sê, Barry, die jong? Barry? Who's there? I said, who's there?
Dat is fabulous, René. Potjestroom zijn eigen Matahari. Ja? Dan weet je mijn gelachte die cameraklap wil aansluiten. Oké, ik trek het terug. Wat is hier die snelste ding, hè? Is een kamp. Een wat? Een carburetor. Dan kort ons nog net een prop. Hoeveel kost een schroef, hè? Nee, ik is niet helemaal zeker. Zo'n 40, 50 rond. Ik zal vrijdag gaan uitvinden als we Peria toe gaan. Nee, maar ik vergeet niet. Niet waar? Nee, ik niet. Nee. Hoeveel geld is nou weer? 35 rand, samen met mijn geld van die week. Plus 30 rand van mijn voorschot. Minus 15 rand dat ik van oma moet geven voor Lucies. 50 rand. Als ik het twee schroeven koop. Goedemiddag, juffrouw. Kan ons met iets helpen? Ach, kan iemand zeggen wat skroef kost voor de Tiger Moth is? Ja, kom eens kijken. Je weet, Tiger Moth part is deze dag schaarser als hoendertanden. Al wat lief bouw die goed moest nou op. Ja, is zo. Ja, hier zijn. Gypsy Moth 9531942H/4. Dit is 125 pond. Dit is 200 en 250 rand. Nee meneer, ik wil eindelijk niet meer die houtstukken. Die dingen zijn rond. Dit is om 250 rand. Morgen, hè? Gaat zoek je mij? Ja, ik wil net voor Sam iets vragen zitten. Vraag je kan je nog iets waar je weet met ons politie hier om het publiek te dienen. Hoe kom je in school? Nee, ik heb een vrij periode, Sam. Nee, en kijk. Ja. Ik weet waarom Sam niet ook weet van iemand wat een paard verkoopt. Nou, wat is een paard? Dat is mijn nek, want verkoop ik het geld nodig om een skruf voor die Tiger te kopen. Kijk, het laatste paard geen idee, van, maar. Wat wil je dan, hè? Zo, 225 rand. Ons eet geld is niet genoeg. Nee, ook maar voor 50 rand. Geen ons nog nodig. Ja, dat is het lomp geld. En dan lees dan. Kon ik jullie niet geld helpen? Ik heb nog een paar pond in die post office. Nee, dank je, Susanne. Maar ze willen lenen. Ik wil die schuld niet. Maar mijn kind is me zo niet haastig. Nee, ik kan ons nog betalen van die deel voor. Nee, ik wil liever er niet. Wacht, bij. Wat is er een politie? Van de poel wat praat. Nee, ik is niet hier. Ik zal me niet zien, alsjeblieft, als er iemand komt, zal er Sam niet willen zien. Ja, kijk, mijn kind, ik. Je weet, ik is toch je beste speelder in die fors. Leave it to me. Dank je. René? Ja, Sam? Notre-Dame, denk ou koning boer van de ridderijschool. Ik denk, hij zoekt een paard. Denk, Sam, dat is al belangstel. Ja, nee, kijk, dat ik met hem praat. Geef mij zo, geef mij een half uur. Dan bel je mensen dat je zegt wat zei die ouwe. Morgen, Renéke. Nee, dank je. De? Wil ook één. Luister, jij nu zeker je paas niet perkt, maar ze hebben die stallen niet. Nee, wat is hier om ons Jan Penny? Ja, maar wat van die dat werk? Ik heb veel maar geen omgekoopt met van mijn paas die hier brengen. Die is stout. Zo'n zand zal er niet snaaks denken. Dus ons niet zo belangrijk die pad stumbig. Nee, kijk, ik heb het ons gezegd. Het gaat moeilijk wees met je pas op plek te krijgen. Daar is ons hier. Bang hulle denk ons Penny gesteeld of iets. Wat gesteeld? Kijk, ik is ons hier. Als het dienaar van die gerechtsel. Ik zie het als volgens wet verloor. Daar kom je lorry nou. Hallo, Artie. Artie Bolkuin, dus juffrouw Renette Malang.
It's a deal, my girl. It's a mooi merrie. Was he a merrie? Nee, it's a hens. It's a stallion. Oh, yeah, stallion. Of course it's a stallion. I haven't got my proper glasses on. Soms zijn dat ook een slachter of een ding. Nee, Renet, nee, is niet. Luister naar mij. Een kwenk hier is baie lieve dieren. Jou pers sal bij hom so veilig wees een vark in Palestina. 250, het je gezegd. Makkelijk. Dank je. Aatsie, ik denk je me nou maar uit. Die kind is baie hartsie oor haar perd. Jacob! Hoeveel games is er sant nou aan mij voor? 164. Dat. Hoeveel games het jij nou al gewin? Nee, sergeant, dit sal eerst een wees. Speel hem net zacht. Nee, hard speel. Neem je tijd op. Dan moet die game winnen. Hij is in! Maar hierdie bal is dan niet nou hier zo geweest. Nou, mijn boet, ek het nie so opgeleid nie. Jy ek het kom met hy maar hier geleid. Meneer Rera. Mas! Kan sergeant vlieg? Kan ek vlieg? Het ek al ooit vir jou gelieg? Je hebt een circus aangesloten. Wat is dit? De kameel. Ik doe als een propeller. Kijk jou een man akkoord. Wat? Met waar die duivel heb jij om nou vastgeleid? Kan vastgeleid nie. Ze zal die betoontal, het op R50 gekoop. Is het een reis om ze zal de paiementen afbetaald? Sweet met mijn Mikey. Kijk op weg dat ons moet invoer. Mijn schrijver nie is onder. Wat zit dan heel nog nodig? Kijk hoe. Magneto, sergeant. Ach nee. Ek het nog baie contacten, maar ek is seker ons daar ook recht op. Contact. Switch off. Switch off. Contact. Contact. Switch off. Switch off. Contact. Contact. Switch off. Switch off. Open it up. My Magneto! Somebody swiped my Magneto! Barry, waar gaan we eens proberen? Op een jongs vermelense plaats, jongen. Dat is lekker plat, daar zal misschien iets gebeuren. Oeh, dit is op Skorwe Draai. Ja. Daar hebben we bakjes van hier nullen. Dus maar hij werd gisteren die verke kom halen. Ja, he? Hij heeft ons hier muur zo op een plat geslaan en hij... Glaspollen afgesneden, is een fabulous oom. Zies toch maar, dan moet ik vooral een beetje beskuit samen neem. Ach nee oom, ze is niet plek voor een meisje, zo waar. Net een sloopie.
Ga niet wachten. Ik moet nog mijn sillies gaan aantrekken. Ja, Klas. Ik wil jou een beetje zien. Wat, voor mij? Ja, voor jou. Moet niet vergeten om je hond toe te maken. Ja, ooms. Ja, Suzy? Kom binnen, Klas. Maak toe die deur. Herklas, heb jij voor die kinders die geld gegeven voor die propeller gedoet? Nee, Suzy, René, moest die paard verkopen aan jou koon. En meneer Berg dat hoor niet. Maar baas Bekkies van die postoffers vertel hem van mij, jij daar 250 rand kon trek. Was dit voor die kinders? Nee, ik het moest gezegd, ik kan niet die paard gekoopt, dus waar ik geld van haar krijg. Nou ja, goed, ik kan die paard gekoopt, maar jij daarvoor betaalt. En daar die eenste paard, die wij nou daar in die kampie achter die tjelsoffers. Maar het is maar net door die kaptein terugkom. Die weiding het opgeraakt bij elkaar, bij elkaar. Jij jok van mij, Van der Poel. Nee, Suzy, ik zal nooit voor jou jok, niet, je ken mij. Kijk, ik ken die hele story. Daar is zogenaamde kou en die perrenkoper. Is niemand anders dan Elisa Jacobs, wat die winkeltje hierboven op die kruisbaai heet niet. Is het waar of is het niet waar? Waar kom je aan die story? Nou praat ik die waarheid of praat ik niet die waarheid, hè? Is net een trekje hier en de stampie daar en ik heb die hele story. Praat ik die waarheid? Dat trekt niet met zijn groot bek. Nou, en die huis wat jij 28 jaar voor spaar, wat daarvan? Nee, die los ik maar. Bij de tieners ambities heb ik niet bezig om mijn kamer te verven, daar niet in. Oh zo. Nou kijk, nou gaan je horen, je haalt je goedjes en je trekt nou hier bij mij aan. Suzy, propos je nou? Kinders? Hey. Kinders, ik voel hier eens een geschikte oomblik. Aangezien ons bij elkaar is om een publieke aankondiging te maken. Na diepe oordenking van jullie oma en natuurlijk van mijn kant, heeft ons besluit om een aankondiging publiek te maken. Wat heb je al gezegd? Excuus, ja. Na vele oordenking, ik bedoel, na vele pogings met dierheid, zonder enige geweld, heb ik jullie oma oorreed om met mijn huwelijk te treden. Rarig allemaal? Ja, mijn kind. Nooit! Ooms, geluk! Nooit, Susan! Jij zei ons niks! Geluk, Susan! Moet ik nou van Susan zijn opa? Hai! Opa! Niks nog eens getrouwd. Nee, dank je niet. Nog koffie, Susan? Nee, mijn kind, mijn gauw. Wat me? Huisje, luister jong, ik zal verwacht die niet vandaag samen je kan vliegen. Je weet, die getrouwde van je oma had mijn maag heel te mat omgekrap, joh. Ach nee, je slijk, Susan, wie gaat mij nou leer vliegen? Maar was je niet in de Air Force, niet? Ja, ik was een jaar in de luchtmacht gymnasium, maar al dat ik van vliegen al weet, dus die paar keren waar die Harvard pilots mij die stok laat vassen. Hé, hey, jong. Ik ga haar boer molesten maken. Ik heb lang laatst gevliegd. Ik heb laatst in die oorlog gevliegd, man. Ach nee, kom, sergeant. Zo'n oud veteraan kan moest hij gaan staan en ziek worden. Kom. Nee, zo rijd je. Je maakt me nu net verder bang. Weg. Zo rijd. Los. Sergeant is toch niet bang, niet? Allee. Rijd. Morgen meneer, kan ik help? Ik wil een diefstal rapporteren. Naam alsjeblieft meneer. Barrington Smith. Keith Barrington Smith. Keith Barrington Smith. Wat is gesteeld meneer Smith? Barrington Smith.
Die paard? Die sergeant heeft het bij juffrouw Malang gekoopt. Oh, dat is Renetsen, hè? Ja. Zij is juist vroeg vanochtend al uit samen die sergeant om Barry zijn aeroplane te dragen. Die sergeant gaan die paard vooral teruggeven aan verjaarsdag. Maar meneer moet niks zien, dit is geloof nog een geheim, hoor. Do you mean to tell me that Barry de Jong is going to take that wreck of his up there and fly it? Yes. They went out to George Vermeulen's farm already early this morning. Where's the telephone? In the charge office. It's 10 cent for the eerste 5 minuten and 5 cent for elke verdere 5 minuten daarna. Hello? Professor? Barrington Smith here. Fine, thank you. Man, die simpel klein Barry de Jong en jouw dochter is gloe uit Skurbedal toe. Met die wrak van een vliegtuig van hulle. Ja, constabel training, ze hulle gaan gloe vlieg. Dank je meneer Smith, ik rijd dadelijk. Jouw bankbroek weer oor en help, die kan toch haar klas. Kom maar, roep ons, Berger! Hoe zie je dat je daar geen respect van je houdt aan die? Kan ik het heel verliefd, heb je toch maar een gastliefde!
jou gezegd, ik heb jou gezegd. Het blok, was het lekker te staan? Was het lekker? Klim in, man. En maar. Kom, ik heb je vast, man. Op. Ja. En net? René, is niet op pa waar hij aankom mee. Jezus, lafster, staan er zeker om Joors en aan Gertrude. Wat is hij, man? Kijk, hoe snel die donkie. Ik nou, die kamer moet verlaten. Maak hier net. Niks, pa. Denk je niet beleid om jouw voeten bij die schepsel de jong te zetten? Ja, pa. En waarom luister je dan niet? Ik is los en slaan jou zitplekken vier warm. Was jij van plan om hier die wrak te klappen? Het is niet een wrak, nee, professor. Ons het om zelf opgebouwd. Net mijn wijs, ja. Moet je jou altijd met zulke dingen bezig? Wat zijn dingen, ma? Simpel onverantwoordelijke mannetjes zoals die. Luister, mevrouw, daar is niks met mij verkeerd. Dat ik bij de hospitaal krijg. Wees. Laat zijn bril af. Oppas, oppas. Zijn bril. Wat is dat? Wat is dat? Pa, wacht. Ach, ik mag die wakker op zijn thuis. Nee, wat is dat? Waar is moeder? Het zit vast daarboven. Wat van die MG? Gelaar MG? Nee, het stamt te veel. Hij zal nooit die 40 mijl aan. Wat het nou gebeurt? Het is zijn maagstersand. Ons moet hem dadelijk bij het hospitaal krijgen. In die plaats mee zijn motor. Jong heeft een bakkie. Maar ik het om jongens in oor hem die bakkie naar die winkel toe. Wees er al wat oorblij is die vliegtuig. Barry, hoe vat jy hom nie? Sy sal met die lavies en hulle is altyd vir ongeluk. Dis al kans vir nie dat Barry hom vat. Vrou, ek het nie een lisensie nie en die vliegtuig is nie geregistreer of lugvaardig. Nee, sal my vang sit ek in die tronk. Asblief, Barry. Susan, kom help gauw asblief. Maak kry klip. Nee, kan je schrijfding op iets? Goed. Ik maak schrijfding. Een oogvogel, enige ding. Ik heb een oogvogel in de dag. Hier is een lap. Daar is een lap hier binnen. Het is binnen. Wat moet ik maken? Wat moet ik schrijven? Schrijf, schrijf. Wat? Krijg ambulance, pitsierstof, op luchthaven gereed. Meer. Wat die moeder is? Er is niks meer hier. Dit is die waterpijpe wat zo raas van muur opgerof is. Wat is dit? Een klipmeier. Die wat ding. Een lapmeier. Wat is daarop geschreven?
Wat maak je hier, man? Ons vermoed is sy maag, dokter. Hoe lijk jy, dokter? Ik kijk niet aan het maak. Ik heb het hem net bij tijd hier gekregen. Een stuk, waar is mijn pa? Hij is al weg hospitaal toen met die ambulance. Die dokter zei hij zou keuties. Oeh, maar Barry zei dat pa is al klaar voor die hospitaal, maar dokter zei het lijkt is erg. Dank je, Barry. Ja, ik moet zeker maar terug voor het pa toe voor iemand zin ik het omgevlieg. Je is een patsie hier, maat. Mijn ook. Yes. Maar ach, mijn stabel. Maar ach, Sersan. Ik breng net jouw brief terug. Je mijn jongen zei, baie dank, jij het gelees. Dank je, mijn stabel. Een maat die zal met reis, hier kom, gaan aan moeilijkheid wees. Geen arresteer. Maar je hebt je weg als jullie twee. Lig jy saam? Ma, ek ga saam met Barry. Ek krijg my vir jou hospitaal. Kan hy ooit vlieg? Lig, wat denk jy? Ek wil. Pas maar. This is one for the grow.